zit nou bij Helene Wattel. En Helene is praktijkondersteuner bij verschillende praktijken in Walcheren, heb ik begrepen. Maar vandaag zitten we in de praktijk in Domburg. Ja. Wil je iets vertellen over je werk hier? En... Ja, ik ben ooit begonnen als praktijkondersteuner voor alle Viers huisartsen. Inmiddels werk ik nu voor de praktijk in Seroskerke en de praktijk in Domburg. En ik werk 24 uur, ik werk inmiddels meer dan 13 jaar als praktijkondersteuner. Ja. Waarin heel veel divers verschillende problematieken worden doorverwezen door de huisarts. En dat kan onder andere ook rouw zijn, burn-out klachten, depressieklachten. Het is gewoon een heel breed scala waarin je gevraagd wordt om met mensen mee te kijken. Om te zien of je mensen verder kan helpen of eventueel goed kan doorverwijzen. Ja. Ja, ik had natuurlijk wel al gehoord van het werk van de praktijkondersteuner. Mm-hmm. Maar ik wist eigenlijk niet dat je dan ook nog bij verschillende praktijken praktijkondersteuner kan zijn. Ja. Maar goed, dat kan dus blijkbaar. Ja. En ik vind het ook wel leuk om even te vertellen dat ik jou al langer ken. Mm-hmm. Ook nog vanuit je vorige werk, hè? Want je bent al... langer maatschappelijk werker en je hebt al veel ervaring met begeleiden van mensen met problemen. Ik denk dat je dat ook goed kan gebruiken hier in deze praktijk. Hè? Ja, de vele ervaring die je hebt is gewoon prettig om op verschillende manieren toch naar situaties te kijken en met verschillende methodieken mensen te kunnen ondersteunen. Ja, mooi. Nou ja, wij zitten hier nu natuurlijk speciaal op mijn verzoek eigenlijk vanuit Zeeuws Verlies. Mm-hmm. We krijgen best wel regelmatig ook verwijzingen door van praktijkondersteuners. Ik ben benieuwd of jij... hoe jij bekend bent met Zeeuws Verlies? Het is denk ik dat ik ooit in een praktijk is folders tegen ben gekomen of een keer benaderd ben door iemand. En dan ga je eens op de website kijken van wat doen ze dan, wat kunnen ze bieden, waar ik gebruik van kan maken vanuit de ervaring die ik heb aansluitend op wat mensen nog meer kunnen gebruiken. Ja. Ik denk dat het nu inmiddels nog wel een jaar of 10 is dat ik op de hoogte ben van het bestaan van de vereniging. En wat ik persoonlijk wel prettig vind is inderdaad het lotgenotencontact of als mensen toch heel erg vast blijven zitten in een proces. Er staat geen tijd van rouw van 1 of 2 jaar. Voor iedereen is dat anders. Elk rouwproces is anders. Ja. Dus ik vind het ook belangrijk om mensen de ondersteuning te bieden daar waar ik ze wat meer kan geven als wat ik alleen kan, zeg maar. Ja. Zodat ze dan daarop terecht kunnen. Ja. Dat vind ik de meerwaarde van het op de hoogte zijn van de stichting, maar ook inderdaad ervan gebruik kunnen maken dat mensen inderdaad hun eigen problematiek daar net weer wat meer kunnen uitwerken. Ja, wat wij altijd zeggen van over wat wij te bieden hebben is het luisterend oor, mm-hmm. De tijd en de ruimte bieden aan mensen om hun verhaal nog eens te vertellen. Ja. En het mag allemaal. En ook vooral uitleggen dat het niet abnormaal is. Dat het allemaal zogenaamd zo lang duurt. Ja. En dus wat wij hopen is een soort aanvulling te kunnen bieden. Want we zijn ook niet van in plaats van... we bieden ons ook niet aan als therapeuten, hoewel het natuurlijk wel eens therapeutisch uitwerkt wat je doet. Ja. Ja. En heb je ook daar een goede ervaringen mee van Zeeuws Verlies of uit van collega's gehoord dat het ook inderdaad werkt zoals we
bedoelen? Ik heb zelf eigenlijk niet heel vaak dat ik doorverwijs. Ik vind, wat je net zelf ook al zei, normaliseren, daar begint het mee. Ja, ja. En als mensen de erkenning krijgen van het feit dat hun verdriet er mag zijn, of soms hebben mensen ook dingen die ze meemaken en het is belangrijk dat ze erkenning ervaren en dan is doorverwijzen soms niet eens altijd meer nodig. Nee, dat geloof ik. Dus als ik naga bij mezelf, ja, soms heb je wel eens iemand doorverwezen, maar dan hoor je het eigenlijk niet meer zo terug. Ja, ja. Dus dan weet je soms ook niet meer zo goed hoe het verder is verlopen, omdat je dan, ja, soms zeg je wel, laat het nog eens weten, maar dat gebeurt ook niet altijd. Ja. Ik weet wel, we hebben natuurlijk af en toe studiedagen waar ook zeer verlies wel eens geweest is om uit te leggen wat ze doen. Dus ik denk dat er ook heel veel collega's op de hoogte zijn van het bestaan. Ja. En ook niet iedereen kan daar even goed mee uit de voeten. Dus dan is het ook fijn als je weet van, hey, hier hebben we niet zoveel kennis van. Ja. Dat je dan ook gebruik kan maken van de stichting, juist om de mensen iets te bieden. Zelf heb ik opleiding contemplatieve psychologie gedaan vanuit het Oosters denken, vanuit de boeddhistische stroming. En daar ben je heel erg veel bezig met leven en dood. Dus ik heb niet zo heel snel de neiging om door te verwijzen. Maar als het gaat om lotgenotencontact, kan het zeker een meerwaarde zijn, omdat mensen zich vaak ook zo eenzaam voelen met de problematiek. Ja, dat is. En als mensen ook gewoon een netwerk hebben en zich kunnen verbinden met mensen in hun omgeving die ook verdriet, met wie ze het verdriet kunnen delen, zijn dat natuurlijk wel heel belangrijke punten. Ja, dat is waar. Ja. Ik ben het met je eens. Ja. Ja, we hebben ook, door corona is dat lotgenoten, die zijn die lotgenotengroepen natuurlijk in het gedrang gekomen de afgelopen 2 jaar. En dit jaar heeft er weer wel 1 gedraaid. Ja. Eigenlijk springen wij in gaten wat dat betreft. Klopt. Dus inmiddels in groepsbeleid maatschappelijk werk hebben ze een bijna doorlopend een lotgenotengroep in CXC. Maar op Walcheren nog steeds niet, omdat dat we toch proberen om te kijken of we dat over kunnen dragen aan. En natuurlijk kunnen we sowieso ook mensen met elkaar in contact brengen. Dus als dat zo uitkomt, doen we dat ook. Ja. Maar dat heb ik inderdaad in de coronatijd ook wel gemist. Ja. Dat je eigenlijk ook die doorverwijzing niet kan. En als ik er nu zo over nadenk, denk ik dat ik er toch wel meer gebruik van maak. Dat ik dan zeg, oh, ga daar eens kijken. Ja. En dat kon niet. Dus ik denk van, dan blijf je ook dingen wat meer of wat langer zelf doen. Ja. En als ik erover denk, denk ik dat ik er toch meer gebruik van maak. Of dat ik meer, want ik meld het mensen altijd. Ja, ja. Maar ik weet niet altijd of mensen er gebruik van maken. Nee, en nee. Ja, soms dan gaat het weer met mensen, maar hebben ze wel die link gelegd. Ja, ja. Dus ik denk van, ja, wat dat betreft is het wel goed voor mezelf ook om daar eens nog wat meer naar te kijken van, hey, hoe vaak gebeurt dat nou eigenlijk? Ja, want misschien zouden we daar ook zelf wat attent op. Wij zitten natuurlijk iedereen met de privacywet. Mm-hmm. Dus wij mogen zeker niet buiten een cliënt om. Maar we kunnen natuurlijk, of cliënten, dus een hulpvrager zeggen wij. Mm-hmm. Maar we zouden wel meer kunnen denken, bijvoorbeeld als iemand verwezen is, dat we vragen van, vind je het goed dat we de verwijzer nog even laten weten dat het contact tot stand is gekomen. Ja. Maar dus een beetje de vraag waar de meerwaarde zit. Ja, ja. Het gaat er vooral om dat je weet waar die mensen terecht, waar mensen terecht kunnen. Ja, ja. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Ja. Dat is wat ik zeg met studiedagen, dat we op de hoogte worden gebracht. Ja, ja. En dat mensen aankomen. Ja, ja. Ja. En als er nieuwe dingen zijn, precies. Zoals dat jullie ook bezig zijn voor kinderen. Ik denk dat zijn wel belangrijke dingen om te weten. Ja, ja. En dan is het best interessant om inderdaad de praktijkondersteuner te kennen. Waardoor je dan die informatie kan delen, zodat het ook weer gedeeld wordt binnen zo'n huisartsengroep. Ja. Ja, we hebben tegenwoordig wel ook een nieuwsbrief, maken we regelmatig. Ja. En ja. Daar kunnen praktijkondersteuners, ik weet niet, ben jij? Nee, ik zag hem net inderdaad ook op de site, want ik even keken. En toen dacht ik, oh, die kan ik ook wel doen. Ja. Alleen soms, dan heb je een hele tijd eigenlijk er niet mee te maken. En dan zak je de nieuwsbrief een beetje naar de achterkant. Ja. Ja. En dan denk je soms ook wel, laat ik maar weer afmelden, want er komt zoveel binnen. Ja, dus dat merk ik ook wel bij mezelf. Het is ook wel
omdat ik niet altijd met rouw te maken heb. Ja, rouw wel altijd. Er is ook met rouw in het leven. Verlies, maar verlies van dierbaren is natuurlijk toch iets wat specifieker. Ja. En soms is de hele periode, dan heb ik allerlei andere dingen die dan weer oploppen zijn. Dus het wisselt ook wel heel sterk in mijn caseload of ik daar veel mee van doen heb. En soms dan komen er echt weer een aantal achter elkaar. Ja. By the way, die nieuwsbrieven doen we maar een paar keer per jaar hoor. Ja. Want wij hebben zelf ook allemaal een hekel aan 100.000 nieuwsbrieven die... Nou, het is goed dat er dan ook iets te melden is inderdaad. Ja, precies. Ja. En ook om weer even te bedenken, oh ja, Sales Release, dat is er ook nog. Ja, want die ook. We merken wel dat het, als je er niet veel mee te maken hebt, dat het dan... uit de aandacht. Ja, ik zit nu ook net te denken, ik ben al bezig om te kijken iets van verwijzersmogelijkheden op een lijstje te zetten. Oh, ja. En die zou je natuurlijk ook gewoon meer kunnen digitaliseren, zodat je in die verwijzersmogelijkheden bijvoorbeeld zo'n nieuwsbrief opneemt. Dat schiet me nu zo te binnen. Ja. Dat gaat heel veel tijd kosten, want dingen fuseren en dingen veranderen weer. Ja, dus ik ben er al lang mee bezig om het bij te houden, maar ik zit te kijken of dat misschien toch wat interactiever kan. Ik moet dat gaan bespreken binnen mijn organisatie, maar ik denk dat het wel een meerwaarde kan zijn. Ik heb een behoorlijk netwerk en ik weet behoorlijk de verwijzingen te vinden, maar dat is omdat ik al meer dan 13 jaar werk. Ja. Maar dat geldt voor nieuwe collega's niet. Dus ik denk dat we daar wel iets mee moeten. En dan zou je daar ook zo'n nieuwsbrief in op kunnen nemen. Ja. Dus dat zou best een goed idee zijn. Mooi. Maar ik weet niet in hoeverre het technisch allemaal uitvoerbaar is. Maar goed, het zit wel in mijn hoofd dat ik denk, nou, gaat eens opperen. Dat zou best leuk zijn, dat je nieuwsbrieven van organisaties terug kan vinden in een soort database of zo. En dan doen we bepaalde nummers van verlies of weet je wel. En dat mensen dan ook kunnen klikken van, hey, wat doen ze waar? Precies. Gaan vasthouden. Dankjewel. Wat ik ook nog wil vragen, wat in onze laatste interne nieuwsbrief, en dat willen we eigenlijk in de volgende nieuwsbrief eigenlijk ook nog aankaarten, is dat dat de DSM-5 nu een rouw als aandoening heeft geklassificeerd. Ja, dat weet ik. En langdurige rouw, en dat is dan langdurig, is dan als je na een jaar nog rouwen. Ja, en dat vinden wij eigenlijk zo idioot. Absurd, maar dat vind je zo. Ja, het is echt dat ik denk, rouw is nu een ziekte. Alleen, daar wordt er op verschillende manieren tegen aangekeken. Want ook binnen onze appgroep heb ik het al lang zien komen. Ja. De een zegt van dit is belachelijk. En de ander zegt van nou, maar dan kunnen we wel iets. Dan heeft het wel een naam op een of andere manier. Dus het heeft voor sommige mensen een voordeel. Ja. En voor andere mensen, die zouden er last van kunnen hebben. Want wij proberen rouw te normaliseren. Ja, precies. Het kan natuurlijk zo dat je op een gegeven moment dat het gewoon niet lukt, en dat begrijp ik een beetje uit hun verhaal, om de draad van het leven op te pakken. Ja. Wat natuurlijk toch op een gegeven moment moet, ook al rouw je nog, maar je moet toch verder. Ja. En als dat niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat je wat meer nodig hebt. Ja. En vaak is dat ook het geval als er nog andere dingen aan de hand zijn. Hè? Ja, complex. Ja. Of meerdere rouwprocessen die door elkaar lopen. Ja. Of inderdaad op andere terreinen waar het ook gewoon niet goed loopt. Ja. Dat mensen eigenlijk te veel op hun bord hebben lezen. Precies. Ja. En dan kan het wel. En een ander voordeel, wat ze noemen, is dat het dan vergoed wordt. Nou precies, dan kan het ergens gedeclareerd worden. Ja. En ik denk dat kan fijn zijn voor mensen die gewoon financieel heel weinig middelen hebben. Ja. En dan de praktijk ondersteunen vanuit de huisarts is natuurlijk in basis GGZ. Ja. Dus dat is geen enkel probleem. De mensen hoeven daar niks voor te betalen. Nee. Maar soms is net wat gespecialiseerde ondersteuning toch meerwaarde. En dan kan het een voordeel zijn dat het in de DSM zit. Ja. Dus het is ook maar net van welke kant je dat tegenaan hebt. Maar ik vind het wel belangrijk, ik blijf het belangrijk vinden dat je het blijft normaliseren. Ja. Als mensen heel veel dingen tegelijk krijgen of heel veel rouw achter elkaar te verwerken krijgen, dan nog is het normaal dat het dan gewoon meer tijd kost. Ja, precies. En dat je na 20 jaar nog verdriet kunt hebben bij tijd en wijle. Dat klopt, ja. Ja. En gebruik jij wel eens een rouwmeter?
Heb je er wel van gehoord? Nee, we hebben overal meters voor tegenwoordig. Ja, maar die rouwmeter heb ik nog nooit gezien, dus die wil ik wel graag van je zien, zodat ik er eens naar kan kijken. Want soms is het voor mensen wel, ik vraag soms wel naar een schaal van op 0 tot 10 van hoeveel verdriet of pijn heb je. Maar dat is dan toch op die manier heel beperkt. Maar die rouwmeter, ik vind het wel interessant om eens te lezen wat die inhoudt, zodat ik kan kijken of dat in bepaalde gevallen meerwaarde kan hebben. Ja. Nou, via dat artikel over die DSM kom je op een... Kun je aanklikken die rouwmeter. Alleen daar zitten ook wel risico's in, vind ik. Mm-hmm. Als je daar onbegeleid of onvoorbereid mee mensen laat invullen. Want ik heb ook wel begrepen dat mensen zich het uitbestuur schrokken. En er eigenlijk heel erg van onzeker werden, omdat er uitkwam dat er sprake was van heel ernstige vorm van rouw. Oh ja. Terwijl we eigenlijk dachten, dat is misschien een momentopname of dat hè? Maar die dan toch heel onzeker kwamen van, ik ben heel erg ziek of zo. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het altijd belangrijk is om dat begeleid te doen en uit te leggen. Zeker de uitkomst opnieuw weer normaliseren. Ja. Ik denk dat dat ook belangrijk is, ook uitleggen dat het een moment is. Want mensen kunnen een hele periode het redelijk voor elkaar nemen en dan komt er een trigger en dan hebben ze het gevoel dat ze echt weer terug zijn bij af. Ja. En ik probeer dan ook altijd uit te leggen dat ze dan nooit meer terug zijn bij af. Alleen dat het soms even voelt alsof ze weer in diezelfde diepte zitten. Maar dat het ten eerste vaak niet zo diep is. En ten tweede ook dat het ook weer sneller achter. Dat ze sneller achter zich kunnen laten. Ja. Dus met zo'n vragenlijst ook, die geef ik eigenlijk zelden mee van vul maar in. Het is juist belangrijk dat ze hem, of als ze hem even invullen, dat je hem gelijk ook bespreekt. Ja. Maar dat je het inderdaad ook dat opnieuw weer normaliseert. Want mensen voelen zich soms door een bepaalde diagnose soms zo terneergeslagen. Terwijl je bent natuurlijk meer dan alleen dat. Precies. Nou, heb jij verder zelf nog een vraag aan? Nee, ik denk op dit moment, voor mij is het wel duidelijk wat ze doen. En ik denk dat het belangrijk blijft, ook voor mij en mijn collega's, om het in beeld te blijven houden dat de stichting bestaat, wat ze doen. En op die manier er gebruik van te kunnen maken als het meerwaarde is voor onze cliënten-patiënten. En denk je dat wij nog iets extra's kunnen doen om het vooral ook bij je collega's nog onder de aandacht te brengen? Want inderdaad, daar is wel eens een aanbiedersmarkt noemen wij dat. Oh ja. Aanbiedersmarkt. Oh ja. Daar ben ik toen geweest. In Heikestand was dat. Of Heikestand, precies. En dat is echt van de praktijk. Die doen we regelmatig. Alleen we proberen daar natuurlijk wel diversiteit aan te brengen. Maar het kan goed zijn op een gegeven moment. Ik moet nu mijn collega's even informeren. Ze is weer bezig met een markt. Om te kijken wat ze allemaal heeft. En Ik probeer wat diversiteit erin aan te brengen. En ook niet steeds dezelfde. Want als je dat weten we wel. Dat hebben we nu wel gezien. En het is ook belangrijk dat je ze juist weer onder de aandacht brengt. Oh ja, dat is waar. Dat is er ook nog. Dat is denk ik de kunst om het op die manier te doen. Toen hebben we nog zo'n een pitgesprek mogen doen. Ja. Even jezelf voorstellen in het muur om maar uit te leggen wat je doet. Dat is een uitdaging, maar goed. Ja, dat zijn ook uitdagingen. Dat is leuk. Helene, hartstikke bedankt dat ik dit gesprek met jou mocht hebben. En we gaan het in de nieuwsbrief zetten. Ja. En dan hoop ik dat je collega's daar ook wat aan hebben. Want je bent een uithangbord, zou ik hem zeggen, of noem je dat voor je werkgroep. Voor je werkgroep. Ja. Bedankt voor de uitnodiging, voor het leuk om te doen. Om er eens even bij stil te staan en over na te denken. En ik hoop dat je er een leuk verhaal ziet van. Ik ben er zeker van. Ja. En
Dankjewel. Ja. Mocht er nog iets nodig zijn, dan weet je me te vinden. Dan weet ik je te vinden. Ja. Oké, okay. Dankjewel.